Marga Meulenbelt, je bent de regisseur van dit prachtige theaterstuk wat opgevoerd gaat worden in Theater Hof 88. Ja, kan je ons een klein beetje vertellen waar het over gaat? Nou, de musical heet Zo Goed Als Nieuw. En dat houdt in dat we een kringloopwinkel hebben waar alles wel zo goed als nieuw is, maar natuurlijk wel echt gebruikt. En het loopt gewoon niet zo goed, die hele zaak. Dat gaat allemaal mis. Mensen komen heel veel spullen brengen, maar kopen, ho maar. Ja, en dat gaat natuurlijk mis als de huisbaas komt met ik wil centen. En dan komt het. Toch een oplossing aan het eind. Maar ja, dat ga ik natuurlijk niet vertellen. Hè? Kom maar kijken. Juist. En hoe is het om met zo'n groep kinderen als deze te mogen regisseren? Nou, erg leuk. Je hebt wel gemerkt, ze zijn heel enthousiast. Ze willen heel graag zingen. Ze vinden het allemaal leuk. Nog wel een beetje eng. Soms zingen ze niet hard genoeg. En mag er nog iets meer power in komen. Maar ze kennen allemaal hun tekst op dit moment. En het gaat hartstikke goed. Ja. En hoe vind jij dat je met deze musical meedoet? Heel leuk. En ik wil gewoon heel graag dat iedereen kan zien hoe musical kan. Juist. Zelfs als er kleinere kinderen zijn. Ja, en wat vind jij het leukste aan jouw rol? Alles. En ken jij je liedjes al een beetje? Ja, want deze groep 8 musical was ook mijn groep 8 musical op mijn oude school. Dus ik ken de hele musical wel een beetje, dus ik ken bijna alles wel, ja. Jij mag ook alleen zingen, hè? Ja, klopt. En hoe vind je dat? Spannend vooral. Maar ook wel op zich leuk. Je gaat er helemaal voor. En ja, wat vind jij het leukst aan deze musical? Meestal zit er ook wel een beetje humor in en dat vind ik ook wel heel grappig. En hoe is dat om aan deze musical mee te doen? Nou, het is heel leuk en heel gezellig. En ook wel leuk dat je dan uiteindelijk gewoon optreden kan en wat aan je familie kan laten zien. En heb jij ook nog een speciale rol bij deze musical? Nou, ik ben wel een beetje de slechterik, dus dat is wel heel leuk. Nou ja, ik kan wel verklappen, ik ga wel iets stelen. Dus, voor de rest kan ik niet veel zeggen. Het is gewoon echt een hele vrolijke, met wel een goede boodschap musical. Dus ze kunnen straks, als de voorstelling is, en die is op 21 april, dus volgende week zondag. Dan mogen ze allemaal komen kijken. Graag. Ja, heel leuk. Jij speelt met blauw.